Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi kerst- of adventstuk maken. Daar kan je zelf de keuze in maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ik zie dat meer dan 60% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus druk eventjes op die abonneerknop. Een kleine moeite, maar daarvoor zorg jij dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. En het kost echt helemaal niks. Je zit nergens aan vast, maar je krijgt alleen mijn video's te zien. Dus dat zou ik echt super leuk vinden. Goed, dan gaan we nu gauw beginnen. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. De pakketten gaan echt heel erg hard. Ondanks dat we al meer voorraad inkopen, dus wil je zo'n pakket weten te bemachtigen, bestel dan snel. Je kan gewoon de gewenste datum aangeven, dus ook als je voor een later tijdstip wil aangeven, dan kan het ook. We verzenden van dinsdag tot en met vrijdag, dus dan heb je het van woensdag tot en met zaterdag in huis. Dus dan kan je aangeven welke datum je het beste uitkomt. Goed, dan gaan we nu gauw beginnen. Een veel aangevraagde video is en een étagère en een adventstuk. Nou, dat gaan we dus vandaag maken. Tenminste, je kan dit bloemstuk maken. Je kan een keuze maken om advent toe te voegen. Zeg je van, dat wil ik niet. Ik wil hem voor laat. Ik wil gewoon als kerststuk. Kan dat ook. Allereerst heb ik een oase schaaltje en een oase rondje. En het schaaltje werken we even weg met een beetje mos. Die doen we daar omheen. Het is een hele aparte, maar hele leuke étagère. Een beetje industrieel ook. Ik leg dus het oaseschaaltje iets in de hoek. Je kan hem ook in het midden doen. Maar ik wil straks wat ruimte houden voor de kaarsjes. Als je dat hebt gedaan, gaan we een rij maken met kerstgroen. Ik gebruik divers kerstgroen, omdat ik vind dat dat al te luxe uitstraling geeft. En dat werk ik mee met het oaseschaaltje. Dat wil dus zeggen dat ik kot erin steek. En dit steek ik gemengd op met divers materiaal. Ik ben benieuwd, hebben jullie al een kerststuk gemaakt of een adventstuk? Laat me vooral weten. Ik vind het ook leuk als jullie het delen. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Heb ik jou te weten inspireren? Of wil je mij wat laten zien? Deel het dan op Facebook of Instagram en tag mij erin. Dan maak je nog elke maand kans op een leuke prijs. Dus dat is natuurlijk superleuk. Zoals je ziet heb ik een hele mooie basis gemaakt en heb ik de basis opgestoken met divers kerstgroen. Dan heb ik een mooie amaryllisbol, een kleinere bol. Super mooie bol die we ook even met een beetje mos omheen op de bovenste rij zetten. Het geeft echt een leuk effect, zodat je aan de bovenkant ook wat hebt en onderaan ook. En daarbij leg ik gewoon even een takje kerstgroen erbij onder, om een beetje die kerstsfeer erbij te krijgen. Dit steek ik verder niet in oase, maar leg ik er los bij onder. Zo hou je het ook mooi subtiel. Dan gaan we de onderkant mooi opvullen met verschillende materialen. Je kan het natuurlijk doen in elke kleur. Ik hou het wat neutraler. De basis is ook al mooi neutraal. Ondanks dat het goud is, is het ja, subtiel goud, laten we zeggen. En ik zet het vast met krammetjes.
Dan heb ik wat natuurlijk materiaal. En dit is allemaal divers materiaal. De ene heeft wat anders in zitten dan anders. Maar het is allemaal een beetje in de kerstsfeer. Zoals dunne appeltjes en dat soort dingen. Die zet ik even op draad. En die zet ik ook vast in het stuk. Zo hou je hem heel mooi natuurlijk. Hier zit toevallig nog een stukje hout bij in. En dan kan je dan mooi toevoegen aan het stuk. Je draait dan een ijzerdraadje om de dennenappel heen. Draait het samen bij elkaar. En zo kan je hem mooi verwerken. En zo kan je de onderkant naar wens decoreren en opsteken. Dan voeg ik nog wat mooie kerstballetjes toe. Deze zijn ook heel neutraal en nog glas, super mooi. En dit doe ik ook aan de bovenkant. Dan heb ik mooie Craspea die geverfd is. En het is goud, rosé en zilver. En deze steek ik onderin. En die verbind ik naar de bovenkant. En zet ik dan vast met een touwtje. De touwtjes die uitsteken, die knip ik even af. En ik voeg heel subtiel een beetje Thilantia toe in het stuk. Als je een kaarsje gaat branden, moet je er even rekening mee houden dat niet in het vlammetje komt. Als je nog wat materiaal over hebt uit het bakje of zakje, dan kan je deze natuurlijk ook toevoegen waar je dat zelf leuk vindt. Dan kan je daar je eigen stijl in geven. En zoals je ziet hebben we nu echt al een heel apart étagère stuk. Mocht je er nou advent van willen maken, kan je hier de kaarsjes aan toevoegen. Het is natuurlijk wel echt heel mooi om dat op die manier te branden. Houd rekening met brandgevaar. Dus dat je het niet in het vlammetje komt ergens waar je hem gaat steken. En je kan hem dus eigenlijk overal toevoegen, de kaarsjes, waar je wil. Je kan ze ook alle vier beneden doen in een rijtje. Maar zo kan je het leuk met elkaar verdelen. En kan je zelf je eigen stijl aangeven. Je hebt een verbinding door van onder naar boven te werken. De amaryllisbol is natuurlijk super leuk erbij. Ik vind hem echt super gaaf. Op deze manier heb je hem heel lang houdbaar. Dus deze blijft zeker tot kerst aan goed. Je kan hem heel leuk gebruiken voor advent door de kaarsjes aan toe te voegen. Maar je kan ook alleen het kerststuk ervan maken. Je kan dan eventueel ook van die lampjes toevoegen. Die zou ik ook nog even laten zien. En dan heb je gewoon echt een super mooi stuk voor kerst. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelijnbloemist.nl, dan vind je onder kopje cursuspakketten. Dus ze gaan echt heel hard en ik kan er gewoon niet meer toevoegen dan wat ik heb. Omdat ik al echt wel hele grote aantallen inkoop. Dus bestel hem gewoon en geef de gewenste datum aan. En dan hoop ik dat jullie het weer een hele leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je toch voor alle leuke video's die er gaan komen. Want er komen echt nog hele leuke kerststukken aan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zie jullie mij de volgende keer weer. Doei!